Hey, hallo allemaal, welkom bij InfiniGate Next. Ja, een podcast over cybersecurity, dat weten jullie al, maar het is ook een podcast over Secure Cloud. En vandaag gaan we het echt hebben over Secure Cloud. Het is ook de allereerste keer dat we iemand van InfiniGate hier bij ons in de studio hebben. Um, ja, Mieke Kenhoff, onze Benelux-manager, onze business voor InfiniGate Cloud. Welkom. Dag Maarten. Mieke, ja, je hebt een, uh, ja, we kennen elkaar ook al eventjes en je hebt ook al wel een heel uitgebreide ervaring bij Microsoft. Uh, ja, kan je misschien wat meer vertellen over uh, ja, je carrière, waar je vandaan komt? Uh? Ik loop ondertussen al meer dan twintig jaar rond in het IT-ecosysteem, ooit begonnen bij een distributeur. Dan dertien jaar bij Microsoft gewerkt in verschillende rollen: account management, business management. Sales management. Daarna heb ik verschillende jaren bij verschillende partners gewerkt. En nu ben ik uh, terechtgekomen bij Infinigate Cloud. Ja, terug eigenlijk uh, naar de, het roodste stukje vandaan Terug komen. naar distributie. Terug naar distributie. Ja, ik heb zelf ook een, een aantal jaar bij distributie gewerkt. En dan ben ik overgestapt ook uh, naar resellers. Um, Vooral ik wou meer impact maken, ik wou dichter bij de eindklant zijn. En ik ging vooral nooit, maar echt nooit niet meer, voor een distributeur werken. Mieke, herken je dat een beetje? Dat is zeer herkenbaar. Nu, de reden waarom ik teruggekomen ben naar distributie, is omwille van het feit dat het gaat over value add. Doorheen mijn carrière heb ik eigenlijk altijd die partner en die eindklant centraal gesteld, maar ook altijd gezien dat daar toch nood was aan een vorm van value add, maar ik heb die eigenlijk nooit echt gevonden. Nu ik ben ervan overtuigd dat het kanaal, dat de marktomstandigheden ondertussen wel zodanig geëvolueerd zijn dat er heel veel partners klaar zijn voor die next level value add. Ja, ik moet zeggen, het is ook voor diezelfde factoren dat ik eigenlijk wel met heel veel plezier ben teruggekomen uh, naar de distributiewereld. Ik denk, het value-add-perspectief is, is gewoon super fantastisch. Want um, onze taak bestaat er ook in om partners nieuwe producten te helpen leren kennen, um, om ze te helpen trainen, certifiëren, om ze succesvol te maken. En, en uiteindelijk zodat iedereen eigenlijk zijn centen kan verdienen en iedereen eigenlijk een businessmodel kan ontwikkelen. Um, en zeker heel het InfiniGate Cloud-verhaal, ja, dat past er natuurlijk ook perfect in. Hè, want voor veel partijen is het vandaag nog uh, ja, iets waar ze mee moeten beginnen. Of iets dat ze nog verder moeten laten ontwikkelen. Um, dus misschien ja, moeten we over InfiniGate Cloud eens dus, uh, een beetje dieper ingaan. Wat is dat nu eigenlijk juist? Het is misschien de moeite om de vier pillars van het partnerprogramma eventjes toe te lichten en dan begin ik eigenlijk graag bij de eerste pillar dat is de core pillar dat is de marketplace nu die marketplace voor mij eigenlijk moet die vooral haar ding doen moet die vooral uh, goed werken moet die vooral alles bieden aan de partner wat die nodig heeft maar we gaan daar ook redelijk ver in. Zo gaan we bijvoorbeeld ook uh, de mogelijkheid bieden om diensten van de partners uh, via onze marketplace aan te bieden aan de eindklant. Een soort van... White labeling eigenlijk. Uh, ja. Ja, 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 inderdaad. Uh, die tweede pillar, dat is de pro piller Dat gaat over professional services. We hebben een enkele cloud solution architect ter beschikking die samen met de partners naar de eindklant kunnen gaan. Waar de partner uh, kan op rekenen Oh. In geval van vragen, nee, ik denk en dat past ook heel sterk natuurlijk in, in het value-add-verhaal. Um, het gaat natuurlijk niet alleen over architecturen, het gaat ook over zero trust frameworks uitwerken, uh, infrastructure as code, DevOps, al die zaken eigenlijk. Uh, wat toch een enorme schaarste in de markt is. Um, absoluut nu, Ik denk ook. De worden, ja. absoluut, ik denk dat daar ook heel veel potentieel aan is. Ik denk dat daar ook heel veel partners. Nog vragen hebben? Ik krijg bij de gesprekken met partners vandaag bijna altijd de vraag: ja, maar wat is het verschil met de rest? En dan kom ik eigenlijk bijna altijd bij die tweede pillers terecht, bij die professional services. Ik denk dat we daar ook al een heel groot verschil kunnen maken in het helpen en het supporteren van partners om leads om te zetten naar effectief een verkoop. Ja, ja zeker en vast. Ik denk. Uh... Want je raakt daar ook leads omzetten naar verkoop. Uh, voor mij is dit echt een enabler van een business. En daar draait het eigenlijk om. Um, het draait er ook om, om partners die vandaag niet de juiste technische skills hebben, om die toch ook te enabelen dat die toch kunnen transacten met hun klanten. En dat we die op termijn eigenlijk ook leren eh, om het zelf te kunnen doen. Ja dat er natuurlijk al ondertussen een rendabel businessmodel is, dan is een in investeringen langs de partnerkant natuurlijk ook It Makes sense. In It make sense en dat brengt mij eigenlijk ook bij de derde pillar, dat is onze edge pillar, die enerzijds heel veel uh, workshops aanbiedt, maar ook um, training, Microsoft training in ons geval dan om specializations en um, designations te behalen. Ik denk dat dat ook wel Belangrijk is, want het, het niveau van skills biedt de partner ook wel de mogelijkheid om het verhaal al dan niet volledig te gaan vertellen. Nu, nogmaals, wij gaan ook graag mee en wij ondersteunen de partner daar ook graag. Ja, ik denk dat het een in-in verhaal is. Hè. Het hangt ook een stukje denk ik, af van waar de partner juist in zijn maturity level zit, ja. uh, met bepaalde technologieën, met cloud, met andere zaken. Uh. Ja. Maar wij, wij willen ook graag luisteren. Ik denk dat dat ook, los van de pillars van het partnerprogramma, een zeer belangrijk aspect is van Infinigate Cloud. Dat is die persoonlijke aanpak. Dus we gaan echt voor een persoonlijke aanpak. De resellers ja. kunnen ons nog bellen en kunnen ons nog vragen stellen. Ik denk dat dat ook een groot verschil maakt. The people behind the platform: ja. gezichten. Ja, klopt. Ja, ik heb toevallig. Um ervaring opgedaan in vorige carrières uh, rond de marktplaatsen en, en uh, ik heb ook samen gewerkt met Gartners, uh, vooral langs de studiekant. Het succes van heel veel marktplaatsen, B2B marktplaatsen dan, hangt ook sterk af van hoe je de, de human factors daar toch in mee kan betrekken, um, want er is niks lastigers voor iemand die een transactie wil doen, die iets wil aankopen, die eigenlijk door de bos van het boom niet meer ziet, een platform tegenkomt wat hem enorm veel info opvindt. Dat is vreselijk irritant. Maar ja, dat is gewoon heel moeilijk. Hè. Ik vind het heel klat, is natuurlijk multivinders, maar als je nu bijvoorbeeld een grote vinder neemt, Microsoft, wat toch de, de main vendor is vandaag op het platform, ja, alleen maar, uh, en dat kan jij misschien beamen of niet, uh, de partnerprogramma's, ik denk dat dat een boek is van 250 bladzijden, um, die dan ongeveer twaalf uh, maanden geldig zijn en dan verniet Microsoft ja. de partnerprogramma's, afhankelijk van de strategie. Ja, je kan die boek van 250 pagina's er natuurlijk gewoon opzetten. Dat gaan we niet doen. Ik dat denk dat, doen. voor mij is het heel belangrijk om, als we partners aan boord doen, om ook te zorgen voor adoption. Het... Uh, Partnerprogramma moet gekend zijn, maar ook die marketplace. Dus het is de bedoeling echt om elke partner door die marketplace te loodsen en om de verschillende mogelijkheden in de kijker te zetten. Want anders, ja, het is niks is irritanter dan, dan je weg niet vinden in een marketplace en vooral niet het, niet het volledige potentieel te zien ja, van zo'n marketplace. Ja, ja. Want anders blijft het vergelijkbaar met al de rest. Ja, dat klopt. Dat klopt. Hoe. Zet je dat succesvol op, die adoptie? Of, uh, waar gaat het voor jou over? Hoe kunnen we partners daarmee helpen? Voor mij is die adoptie van uh, ons partnerprogramma um, key, omdat uh, het succes van partners zal afhangen van de manier waarop zij interageren met onze marketplace: met die vier pillars, met die core, met die edge, met die pro, maar ook met grow. Ik ben nog één pillar vergeten ja. eigenlijk, want we hebben ook nog een marketing pillar. Ja. En zoals je daarnet zelf zei, van afhankelijk van de maturiteit uh, van de partner, heeft die al dan niet nood aan bijvoorbeeld marketingondersteuning. Ook die marketingondersteuning wordt vandaag aangeboden. Ja, en dat is eigenlijk die GROW-formule. Uh, GROW, inderdaad, ja. Ja, ja. ja, en GROW is natuurlijk, uh, de, is het, uh, als ik het goed begrijp, uh, dus help me, uh, zit daar uh, marketingcontent op? Kunnen zij eigen mails maken of gaat het veel verder? Er zijn verschillende pakketten, maar om het basispakket bijvoorbeeld, daar zit content in. Bijvoorbeeld, als een partner uh, nood heeft aan een boodschap uh, delen op LinkedIn, dan kan die terugvallen op content die wij bieden aan de partner. Oké, okay, mooi, mooi. Bijvoorbeeld, als die een website heeft en die website moet eens doorgelicht worden, keywords bijvoorbeeld dan kan iemand van een Cloud uh, daarvoor aangesproken worden en zal die website is doorgelegd worden. Oké. Okay. Dus het is niet alleen een drag and drop uh, voor mailers te maken, het echt wel. Het is persoonlijk nog ja, altijd. Het is echt uh, persoonlijk, mooi, mooi. Nu het platform, hè. we hebben het nu over de vier building blocks gehad um, we hebben het ook even over de core gehad, hè, wat eigenlijk de transactie uh, plaats is. Um, ja, marktplaatsen, ik denk dat de meeste mensen kennen natuurlijk de B2C-marktplaats, zoals een Bol.com, en Amazon, waar heel veel mensen om te transacten. Um, hoe onderscheiden we ons daar met zo'n marktplaats? Heb je daar zelf een beeld van? Ten opzichte van, het heeft natuurlijk verschillende formules. Hè? Want uiteindelijk, een core is niks anders dan een soort database uh, waar ik uh, vendors aan vasthang, waar je transacties kan doen, of producten op kan zetten. Zie je daar grote verschillen tussen de andere aanbieders vandaag en dag? Ik zie daar vooral mogelijkheden als het gaat over het verschil tussen de verschillende licentievormen, de verschillende producten die Microsoft in de markt wil zetten. Modern Work is denk ik bij de meeste resellers, de meeste partners al goed gekend. Terwijl voor Azure moeten we een compleet andere aanpak aan gaan aansturen. Dat is niet hetzelfde als Modern Work. De meesten denken van: oké, okay, het is hetzelfde, maar Azure is totaal anders. En Maarten, dat moet ik aan jou niet vertellen, denk ik. Nee, 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 nee. Ik, uh, op mijn, uh, in mijn, in mijn vorig leven voor Infinigate uh, hield men een score bij hoeveel keer per week ik Azure uitsprak. <laughs> uh, <laughs> ja. Dus uh, ze hebben dat ook ooit eens proberen, tijdens een teambuilding eigenlijk. Uh, was het een quizvraag of zoiets. Uh, dus ja, ik ben wel bekend met de platform, ja, klopt. Um, het zijn inderdaad twee verschillende werelden, al wel. Uh, maar jij hebt natuurlijk de modern work-ken uh, jij natuurlijk uh, toch redelijk goed. Ken ik beter, ja. Um, uh, ja, je hebt natuurlijk wel een samenwerking tussen beiden, hè? zeker als het over het identity gaat. Um, je, het, het werkt wel heel goed samen, laat ik het zo zeggen. En ik denk het identity-verhaal, en dat zit meer voor mij aan de modern work kant Ja. Ja, dat is de basishoeksteen eigenlijk van een cloud-platform. Eigenlijk is de basishoeksteen van heel de perimeterbeveiliging, van security. Uh, en bij Microsoft staat echt heel centraal. Dus, uh, nu, ja. dan zijn we natuurlijk bij Infinigate aangekomen. Ja. En dan maken we graag die link naar Infinigate Cloud. Nu, ik wil. Uh, als het over security gaat, eigenlijk geen, geen angst verkopen. Dat is niet de juiste insteek, denk ik. Maar als we zien wat er. Angst verkoopt wel heel goed. Ja, denk ja je. Maar dat gaan we niet uh, doen. Oh nee. <laughs> maar als we zien wat er vandaag eigenlijk allemaal gebeurt, dan denk ik dat er heel veel zijn die vandaag hun mening moeten bijsturen. Die altijd gezegd hebben van mij zal het niet overkomen. Of het, ja, het gebeurt wel niet, maar het gebeurt effectief wel. Dus dan, moeten we, dan hebben we, denk ik vandaag het voordeel dat we met die uh, Microsoft Cloud, met Infinigate Cloud, ook de link kunnen maken naar de oorspronkelijke business van Infinigate, zijn de security. En ja. dat, die, um, ja, dat die boodschap wel heel sterk kan in de markt gezet worden. Ja, absoluut. De, en daarom spreek ik ook vaak over het Secure Cloud-principe, ja. ook intern. En ik denk dat het. Uh, ja, de toekomst zal hybride zijn. De toekomst zal een stukje. een mingeling worden tussen on-premise. en cloud. Uh, vroeger zou ik altijd gezegd hebben dat de toekomst trouwens alleen maar cloud is. Uh, en dan heb ik ook 52 afleveringen lang in een het podcast gezegd. Um, dus ik pak mijn woorden nu terug. De toekomst is hybride. Um, maar. Uh, nee, ik denk. Even serieus, je merkt ook, meer en meer vinders zijn zich ook op het Infinite Cloud Platform aan het klaarmaken, hè, om, om daar ook deel van uit te maken. Uh, dus het is echt wel een toekomstverhaal. Uh. Het is echt wel een toekomstverhaal en ik wil heel graag eigenlijk beginnen met, met workshops op te zetten, om enerzijds natuurlijk een interessante boodschap te geven aan de, aan de partners zelf, maar ook om te luisteren. Ik wil eigenlijk weten van waar zijn de noden, wat hebben jullie nodig om te groeien? Ja, eerst luisteren naar de klanten. Ja. Hebben vandaag veel. Het gaat altijd over AI. Merk je ook dat dat eigenlijk een van de hot topics is Ik vandaag? denk dat, uh, dat we eens moeten tellen hoeveel keer we wekelijks of maandelijks AI en co-pilot zeggen. En daar wordt heel veel tijd aan besteed. Ik heb deze morgen. Uh, nog een, een town hall gevolgd van Infinigate Cloud rond copilot. En dat is altijd zeer interessant, maar dan hoor je ook wel dat eh, partners ook nog vragen hebben bij de basics. We moeten ook nog eens een stap terug durven zetten voor copilot. Hoe geraken we aan copilot? Wat gaan we doen met AI? Dus daar moeten we ook nog tijd aan besteden. Eh, ja, want ik denk. Daar, dat het voortrekt is daar gigantisch belangrijk. Ja. Um, we hebben ook al eens gesproken over het Cloud Center of Excellence, een roadmap eigenlijk, die daar eigenlijk heel hard voor de hand ligt, is eigenlijk om uw organisatie, voor eindklanten, eigenlijk co-pilot ready te maken, om AI ready te zijn. Dat het, uh, ja. ja, maar er zijn, ik, ik, ik denk, uh, co-pilot is duidelijk voor iedereen op zich. Het onderwerp copilot is vrij duidelijk. AI is ook vrij duidelijk voor iedereen. Maar ik denk gewoon dat we samen met de, met de partners en eventueel de eindklanten ook nog een stapje terug moeten zetten en de pijnpunten durven blootleggen. Ik denk dat dat een hele, heel belangrijk aspect ja, is om je, te groeien. Je bedoelt dan de pijnpunten bij de eindklanten? Of, of de pijnpunten de... bij de eindklanten. Ja, ja. Ja, ja. Strategie rond data bijvoorbeeld, strategie rond security. Ik denk dat dat meer en meer aan bod zal komen. Ja, en, en ik denk ook dat, uh, je zegt het daar, hè, data, uh, ik denk dat dat voor veel mensen echt nog een heel moeilijk verhaal is. Want niet iedereen heeft al zijn data in hetzelfde ecosysteem staan. Uh, het staan in verschillende systemen, soms nog heel veel legacy data die dat je hebt. Uh, en daar kunnen partners een hele grote rol spelen, denk ik, naar hun eindklant. Want ik denk dat er heel veel CEO's en CIO's daarvan wakker liggen vandaag. Mm, mm, ja. Of zichzelf niet bewust zijn van de risico's ja. uh, die ze vandaag lopen. Uh. Ik denk... Uh, bekijk jij echt ook het AI-verhaal als een van de grote uh, trends, de grote evoluties binnen Microsoft voor de komende jaren? Ja, absoluut. Absoluut, ja. ik denk dat ja, in, in elk segment, in elke sector een hele grote rol zal spelen. In welke mate dat een rol speelt voor Infinigate Cloud, uh, uiteraard zal dat een rol spelen. Maar zoals ik daarnet zei, wil ik mij vooral richten op de partners die nood hebben aan het omzetten van uh, Leads, en ik wil zijn dat leads rond AI, eindklanten die over AI willen spreken mm -hmm. of over copilot willen spreken. Om samen met die partners te gaan kijken: van wat hebben jullie nodig? Hebben jullie nog opleiding nodig? Hebben jullie workshops nodig? Hebben jullie een professional service nodig van ons? Hebben jullie een cloud solution architect nodig? Die zaken. Dat is voor mij heel belangrijk. Ik spring eigenlijk heel graag in het, in het praktische, in het meedenken met de partner van hoe gaan we die. Verkoop uiteraard, maar ook hoe gaan we die eindklant correct bedienen. En daar speelt AI uiteraard een rol, want AI zal een deuropener zijn. Ja, ja. Ah, en ik denk ook AI zal een soort roadmap zijn voor heel veel partijen. Het zal nee, er altijd bij horen, uh, absoluut. Uh, ja, ja. Net zoals Copilot. Ons leven gaat veranderen. Ja, ik ben er eigenlijk wel klaar voor. Ik ook, ik ook. Ik, ik hou niet van verslagen, dus als iemand een verslag wil maken na mijn Teams meeting, dan mag Copilot dat doen van mij. We, weet je, een van de leukste features die ik eigenlijk heb ge, ge, gezien of van je heb gehoord, is dat je dus eigenlijk je kan laten uitnodigen voor meetings, dan toch niet naar die meetings gaan. En dus je kan meerdere meetings tegelijkertijd bijwonen. En als de, er wordt automatisch een verslag gemaakt. En als er bepaalde zaken zijn die voor jou van toepassing zijn. en je was er niet. dan krijg je daar toch een aantal actiepunten rond. Bijvoorbeeld. Ja, sorry, maar iemand zoals mij. die elke week zijn agenda moet ontwarren. na twee, die, drie dubbele boekings. is dat gewoon een efficiënt. Effici maar ik wil Engels en Nederlands tegelijkertijd praten? En, eff en, en weer. efficiëntie efficiëntiewinst eigenlijk van, van je welsten. Dus, uh, ik, ik denk dat we daar zeer snel zullen aanwennen. Ja. Mooi. Ik kijk er in elk geval naar uit. Mieke, uh, we komen bijna aan het einde uh, van ons gesprek. Uh, het half uur is voorbijgevlogen. Uh, zijn er bepaalde zaken die jij wilt delen uh, om af te sluiten? Ik zou heel graag hebben dat uh, partners die deze podcast horen en die contact willen opnemen, dat die vooral niet aarzelen om contact op te nemen met ons. En om hun vragen te delen met ons. Super. Bedankt, Mieke. Graag gedaan. En uh, voor de kijkers en luisteraars, tot volgende keer. Bye.